ooit een plek waar schepen vergaan. Nu vertrekken er vliegtuigen vandaan. Ik heb het over Schiphol. Misschien slaat die naam wel op die zinkende schepen. Maar ja, daar zijn meer theorieën over. Maar goed, deze plek dus. Haarlemmermeer. Toevallig de grond waar ik ben opgegroeid. Grond dus, want in 1852 werd dit stukje water ingepolderd. En in 1916 kwam er een vliegveld. Het begon als een klein militair vliegterrein met één baan. Maar daarna ging het hard. En uitbreiden? Nou, dat deed Schiphol. In meer dan 100 jaar tot een ware internationale hub met 5 banen en jaarlijks meer dan 52 miljoen passagiers. Tot zelfs de nummer 2 drukste luchthaven van de EU, net achter Parijs. Kijk maar, echt, de sky was de limit. Was. Want na een dikke eeuw van groei is het voor het eerst tijd voor krimp van de luchthaven. Tenminste, als het aan de omwonenden ligt. Die gek worden. Lawaai. We worden gek! Je kunt je eraan storen, laat ik het zo zeggen. En ook als het ligt aan milieuorganisaties. En daarom vinden wij ook dat er minder vliegtuigen moeten komen. En zelfs aan de baas van Schiphol zelf. Om recht te doen aan die problemen van die buren. Ook het Nederlandse kabinet is om. Dus vorig jaar juni, groot nieuws. Schiphol moet het aantal vluchten gaan beperken vanwege de geluidsoverlast en de uitstoot van stikstof en fijnstof. Maar sinds deze maand kunnen die plannen weer de prullenbak in. Het gaat voorlopig niet door na bemoeienis van de Europese Unie en Amerika. Wacht even. De EU en de VS bepalen zij nou hoe groot onze luchthaven mag zijn? Spoiler alert, ja, leg het je uit. Vliegen. Het was heel lang voor de lucky few. Onbetaalbaar, maar ook vol romantiek en avontuur. Lang voordat het vliegtuig een soort bus met vleugels werd die je gewoon overal snel en goedkoop naartoe brengt. En wat dat betreft, Amsterdam Airport Schiphol is niet zomaar een vliegveld. Het is een belangrijke hub. Dat is een plek waar mensen overstappen op andere vluchten. Van die tientallen miljoenen reizigers op Schiphol is 37% iemand die overstapt naar de rest van de wereld en nooit een voet buiten de luchthaven zet. Komt door deze man, Albert Flesman, de oprichter van de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij voor Nederland en Koloniën NV in 1919, ofwel de KLM. Hij gaf de burgerluchtvaart een flinke slinger. Hij wilde verre bestemmingen beschikbaar maken voor Nederlanders. Maar om zulke grote vliegtuigen vol te krijgen, tja, heb je meer mensen nodig. Dus haalde Schiphol passagiers uit heel Europa. Daar begint de groei waar maar geen eind aan lijkt te komen. In 1920 stijgen er 440 passagiers op. Een paar jaar later zijn dat er al meer dan 10.000. De nazi's laten na de Tweede Wereldoorlog een verwoest en gebombardeerd vliegveld achter. Op 5 mei 1945 was het één chaos van verbrokkeld beton, versplinterd hout en verwrongen staal. Maar een paar maanden na de bevrijding is Schiphol alweer in bedrijf en klaar om haar vleugels verder uit te slaan. Dat Schiphol, de wereldluchthaven van Nederland wordt, staat thans voldoende vast. Maar het brengt met zich mede dat de luchthaven zal moeten worden uitgebreid. En dat deed het. Kijk maar, Schiphol groeit en groeit en groeit en groeit. In 1967 opent een nieuwe stationshal. Het vliegveld wordt aangesloten op het treinspoor. Ze buigen de A4 een stukje om, kantoren poppen op en het aantal vluchten neemt toe. Geweldig voor de werkgelegenheid en economie. En het aantal passagiers stijgt in de jaren 70 als een straalvliegtuig bij mooi weer. Gaat lekker op Schiphol. Al met al is het geen wonder dat uitbreiding van Schiphol noodzakelijk is. Maar die groei komt met een prijs. Vooral voor omwonenden dus. Zei ik nou trouwens net straalvliegtuig? Zeker. Ja, kijk. Zo eentje. Eind jaren 60 stappen we over van propellervliegtuigen naar vliegtuigen met straalaandrijving. Turbulente tijden breken aan. Want die maken kapot.
paal. Wij hebben daar bijzonder veel hinder van, meneer. Wij moeten iedere keer stoppen met het werk. Het resultaat is dat de kinderen volkomen uit de concentratie zijn. Huisartsen krijgen klachten van patiënten die niet kunnen slapen. We willen rust, we willen slapen! Maar Schiphol is niet te stoppen. Meneer Verstapelen, hier is een vijfde landingsbaan geprojecteerd. Wat houdt dit in voor Zwanenburg en Hoofddorp? Als we over de vijfde baan de beschikking hebben, zal deze nadering dus buiten Zwanenburg om kunnen plaatsvinden. Dat is de polderbaan. Volgens Schiphol zou die baan de Zwanenburgbaan ontlasten en zo de overlast aanpakken. Maar op andere plaatsen zorgde die baan juist weer voor meer geluidsoverlast. De luchthaven Schiphol bouwt aan de toekomst. Ook in de volgende eeuw wil men bij de top 5 van de Europese luchthavens blijven behoren. Het gebied dat in meer of mindere mate last heeft van het geluid is groot. Kijk maar. Mensen uit tientallen omringende dorpen kunnen in de zomer niet echt een lekker gesprek in hun achtertuin voeren. Ik heb dus een professionele decibelmeter. En de uitdraai van een nacht opnemen, daar is dus hier een voorbeeld van. 'S nachts om 1:30. Jarenlang is het gebakkelei over die geluidsnormen tot rechtszaken aan toe. Want wat weegt er zwaarder? Die geluidsoverlast of de economische belangen? Schiphol, ja, heb ik een programma voor u. Zoethoutavondjes noemen de omwonenden het. Er is zelfs een speciaal woord voor bedacht. Even kijken. Schiphollen. Heeft geschiphold. Betekenis. Misleiden door manipulatie, leugens, het verdraaien van feiten enzovoort. Tussen haakjes, welke handelwijze wel wordt toegeschreven aan het luchthavenbedrijf Schiphol in relatie tot de omwonenden van die luchthaven. En ondertussen blijft Schiphol maar groeien. De vijfde baan is na jaren van touwtrekken, discussies en ruzies een onweerlegbaar feit. En Schiphol-directeur Serre Fontaine, hier rechts, is er maar wat trots op. De omwonenden, die niet. Het lijkt heel lastig voor Schiphol om zich aan zijn afspraken te houden. Schiphol krijgt altijd zijn zin. Punt. Dit is hoe het decennia lang ging. Maar vorig jaar leek er opeens een einde te komen aan dat Schiphollen. Er werd beter geluisterd naar omwonenden. En zij hadden opeens een belangrijke nieuwe bondgenoot. Milieuorganisaties. Want er kwamen een paar nieuwe dossiers bij. Zoals klimaat. Fijnstof. Wat was die laatste ook alweer? Oh ja. Stikstof. Eindelijk Krimp van Schiphol hebben we jarenlang voor gepleit. Ontzettend nodig vanwege het klimaat, vanwege fijnstof, vanwege stikstof. Zoals ik al zei, het kabinet is om. Schiphol moet krimpen. Minister Harbers van Infrastructuur noemt het een harde klap voor Schiphol, maar vanwege de overlast en de stikstofregels een onvermijdelijke stap. En dat is een heel indringend besluit. En zelfs de directeur van de luchthaven. Mijn naam is Ruud Zondag en ik kom hier ook werken, zeg maar. Is het er dus mee eens? Waar het uiteindelijk om gaat, hè, is dat wij een publieke onderneming zijn die niet alleen het belang van de luchtvaartmaatschappij dient, maar ook het belang van onze omwonenden, belang van het klimaat, belang van de mensen die hier werken. En als we daar nou naar kijken, dan hebben we gewoon te lang geen luisterend oor naar die omgeving gehad. Klaar voor een tijdlijn? Schiphol moet officieel het aantal vluchten gaan beperken. Dat heeft het kabinet vandaag besloten. Toen werd dus bekend dat Schiphol na 100 jaar groei vanaf deze maand, november 2023, voor het eerst echt zou gaan krimpen. Van 500.000 naar 460.000 vliegbewegingen per jaar en later nog eens 20.000 minder. Ondernemers en luchtvaartmaatschappijen zijn boos, met KLM voorop. Die vinden dat het kabinet de luchtvaart de nek omdraait. Net het bijzondere wat Nederland heeft, waardoor we iets uitsteken boven andere landen, ons vestigingsklimaat ontzettend bevordert, ja, dat is dat aantal verbindingen, de kwaliteit van die verbindingen. Daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Tegen KLM zegt de minister, ja, dit is het. Leg je er maar bij neer. Doet KLM niet. Afgelopen maart spannen ze samen met andere maatschappijen een kort geding aan tegen de Nederlandse staat. Want KLM noemt die beslissing onnodig en schadelijk. De maatschappijen zeggen dat er niet gekeken is naar alternatieven om de milieuvervuiling en de geluidsoverlast te verminderen. In totaal vullen maar liefst 29 advocaten van de krimptegenstanders de rechtszaal. Die komt naar mijn taxatie in aanmerking voor opname in het Guinness Book of Records. Die advocaten zeggen dit over de krimp. De voorgenomen regeling is onrechtmatig. Wegens strijd met nationaal, Europees en internationaal recht. En dan, 5 april van dit jaar. Een juridisch, ja, retourtje. De rechter oordeelt dat Schiphol in november van dit jaar niet hoeft te krimpen. Toch geen krimp dus. Minister Harbers gaat in beroep.
Fast forward naar juli. Het aantal vluchten op Schiphol mag toch al omlaag. Dat heeft de rechter geoordeeld in hoger beroep. Dus toch wel krimpen. Vliegmaatschappijen zijn weer pissig, maar de minister, omwonenden en milieuorganisaties zijn weer happy. En zondag, die baas van Schiphol, wil zelfs nog wat verder gaan door privéjets en nachtvluchten te schrappen. Bye. Het lijkt nu toch echt op een overwinning voor de krimpvoorstanders. Maar dan, deze maand. Het gaat voorlopig niet door, na bemoeienis van de Europese Unie en Amerika. Toch weer niet dus. Toch? Onder internationale druk, wat ik in de intro al zei. Dat zit zo. Amerika zegt, ja, hallo, wij hebben een luchtvaartverdrag. Zijn jullie dat vergeten? Daar staan allemaal afspraken in over hoeveel er heen en weer gevlogen mag worden. En als jullie dat eenzijdig gaan opzeggen, nou ja, dan mogen jullie ook niet meer zoveel op ons vliegen. Hebben de Amerikanen ook gedreigd om bijvoorbeeld KLM te weren van de Amerikaanse markt? Amerika heeft een eerste stap aangekondigd om in de toekomst mogelijk verdere stappen te kunnen nemen. En die zouden inderdaad KLM kunnen raken. Even voor jouw beeld. Bijna een kwart van de intercontinentale vluchten van KLM gaat naar de VS. Het zou ook enorme gevolgen hebben voor Schiphol als internationale hub. En ook de Europese Commissie gooit zich voor de krimpplannen. Voor een krimp naar 440.000 is een balanced approach procedure nodig. Dat is in het kort Europese wetgeving die checkt of er niet een andere manier is dan krimp om die overlast tegen te gaan. Stillere vliegtuigen bijvoorbeeld. Die Europese procedure loopt nog en dus sprak de minister voor zijn beurt, zegt de commissie. Kortom, door druk van de VS en de EU, of nou ja, eigenlijk door internationale afspraken, kan Schiphol voorlopig helemaal niet krimpen. Dan valt het misschien niet meer onder Schiphol, hè, maar... De bewoners zijn blij gemaakt met een dode mus, blijkbaar weer eens. Mind your step. Dus bepaalt Nederland nou zelf of Schiphol wel of niet mag krimpen? Theoretisch wel, maar Nederland kan niet zomaar internationale wetgeving en verdragen negeren zonder consequenties. Dus wat er overblijft voor de voorstanders van de krimp... Begrip van de minister. Het totaal kabinet weet dat dit een bittere pil is voor omwonenden. Maar ja, daar kopen ze niks voor. Dus, wat nu? Nou ja, voorlopig even niks. We zullen er met de Amerikanen uit moeten komen die met de internationale verdragen wapperen. En wat betreft de EU is het wachten op wat er uit die procedure komt. Reken op begin 2024. Tot die tijd kan minister Harbers eigenlijk niks doen, staan milieuorganisaties met lege handen en zal de overlast voor omwonenden voorlopig niet minder worden. Je kunt je eraan storen, laat ik het zo zeggen. Tenzij er door personeelstekorten bij onder meer de luchtverkeersleiding alsnog veel vluchten niet door kunnen gaan. En daar lijkt het wel op. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Wij houden het voor je in de gaten en mochten er in de tussentijd belangrijke ontwikkelingen zijn, dan melden we ons weer. Wat de toekomst in zich bergt, weten we niet. Het laatste woord is hierover nog niet gesproken. Bedankt voor het kijken. Oh. Mind your step. Mind your step.